2,5 minuut. U heeft 2,5 minuut om te zeggen dat deze stelling echt onzin is, natuurlijk. Want zolang de politie zelf oordeelt over de klachten, heeft u er wel vertrouwen in. En jij, Jamir, hebt er uiteraard geen vertrouwen in. Oké, jullie hebben 2,5 minuut. Op het moment dat 2,5 minuut overschreden wordt, zet DJ Gikkels, my man, over there, zet waarschijnlijk een heel interessant plaatje aan. Ik geef u als eerste de mic. Nou, dan slaan we alle beleefdheden maar over, want 2,5 minuut is al erg kort. Ik begin maar met mijn conclusie, want anders had ik het netjes opgebouwd. Maar ik vind dat iedere zichzelf respecterende organisatie die zichzelf professioneel vindt of daarnaar streeft, moet in staat zijn zijn eigen klachten te behandelen en te onderzoeken. En waarom? Omdat je uiteindelijk ernaar moet streven dat je als organisatie beter wordt. Dus iedere keer je verbetert. Dat je als eigen organisatie ook voelt wat je de maatschappij aandoet. Wat goed gaat en wat minder goed gaat. Dat je zelf ook moet herstellen, daar waar nodig. En dat je ervan leert. Dus het kan niet anders dan dat je dat als organisatie zelf zou moeten kunnen. Maar wat natuurlijk misgaat is dat woordje vertrouwen. Omdat wij als politie, wij zijn, onze missie is waakzaam en dienstbaar aan de waarde van de rechtsstaat. En dat moeten wij op zodanige manier doen dat jullie allemaal vertrouwen in hebben als ons, als instituut. Omdat er maar één politie is. En als je niet naar een ander kan gaan, en je kan niet zeggen ik ga even naar een andere politieorganisatie. Hebben wij de verplichting om dat zo goed en zoveelig mogelijk te doen. Dus legitimiteit, vertrouwen is het grootste goed wat wij hebben. En ik zeg altijd dat kunnen wij op drie manieren bereiken. Op alle drie manieren moeten we goed zijn. Dat is één, wij moeten met de goede dingen bezig zijn. En daar begint hij al, ook als het gaat om etnisch profileren. Dus zitten we in de goede wijk, schrijven we de goede bekeuringen. Iedere diener kent wel het standaard van, hebben jullie niks beters te doen? Ja, dat is al zo'n twijfelvraag aan de legitimiteit. Tweede is, naast doen we de goede dingen, doen we de dingen goed? Dat is vakmanschap. Dus gaan we goed om met onze bevoegdheden? Gaan we goed om met onze bevoegdheid om te controleren? Arresteren we de juiste mensen? Dus als we dat te vaak fout doen, dat kost ook vertrouwen. En de derde, een hele belangrijke, dat is houding en gedrag en integriteit, dienstverlening. Dus zijn we respectvol? En dat bedoel ik niet mee in dure woorden, maar iedereen voelt of je respectvol wordt behandeld. Dat voelen we allemaal, ook als we in een restaurant zijn, in een winkel. Je voelt gewoon wanneer je in de maling wordt genomen. Nou, die drie, die gaan lang niet altijd goed. Ik ben de eerste die dat kan zeggen. Ik werk 30 jaar bij de politie. En soms heb ik hele goede dagen en soms heb ik dagen dat ik denk, nou, we zijn geen stap verder gekomen die 30 jaar. En toch, net zo goed als jullie ergens voor staan, probeer ik iedere dag weer dat een stukje beter te maken. Dank u wel. Ja, nee, dat dacht ik wel. Maar u vond de gelegenheid zo meteen in dialoog te gaan met de zaal. Ja, hier. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaat hij. Zolang de politie zelf oordeelt over zijn eigen klachten, heb ik er geen vertrouwen in. Nee, dat heb ik niet. Daar geef ik drie argumenten voor. Ten eerste, de klachtenprocedure is te lang. Hij is te ingewikkeld. En ik vind hem eigenlijk ook niet transparant. Als je een klacht indient over politiediscriminatie, dan is het uit je handen. Want je hebt geen enkel zicht op wat de sanctie is die erop volgt voor de agent die het betreft. Als klager tas je eigenlijk in het duister binnen de klachtenprocedure. Argument 2. 94% van alle klachten bij de politie wordt afgedaan in de intakefase of in de bemiddelingsfase. Dat betekent dat 94% van alle klachten die binnenkomen niet worden bekeken door een onafhankelijke persoon of instantie. Dat staat op pagina 82 van het jaarverslag van de Nationale Politie 2013. De stelling is dus in ieder geval voor 94% waar. Argument 3. Het summum van de klachtenprocedure is de ombudsman. Dat is het hoogste orgaan waar je kan klagen. Maar ook de ombudsman is niet de rechter. Hij kan geen juridisch bindende uitspraken doen. Hij heeft zoveel macht als dat er naar hem geluisterd wordt. En daarom zou je kunnen zeggen, wat de ombudsman zegt, is eigenlijk een soort van advies. Kijk, we leven in een rechtsstaat.
Dat betekent dat iedereen gelijk is voor de wet. De overheid maakt wetten en iedereen is gebonden aan die wetten. Iedereen moet zich aan die wetten houden, ook de overheid, de politie. Maar als de politie, als de overheid iets doet wat het boekje te buiten gaat, dan moet je als burger naar de onafhankelijke rechter kunnen. Het probleem van de klachtenprocedure is dat er nergens in de klachtenprocedure een onafhankelijke rechter is ingebouwd. En dat lijkt me een probleem voor de rechtsstaat en een probleem voor de rechtspositie van de burger tegenover de politie. Dank u wel. That's the sound of the police!